VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. Iedere betaald voetbalorganisatie heeft er wel een kidsclub. Met leuke, aantrekkelijke activiteiten wordt geprobeerd de jongste fans van een club te binden, zodat ze uiteindelijk fans voor het leven worden. Zo heeft VVV sinds 2004 de Cool Kids. We vinden het leuk om de kinderen te betrekken op jonge leeftijd bij VV Venlo, want zijn eigenlijk wel de supporters van de toekomst. Dus daarom organiseren we activiteiten waarbij ook spelers bij aanwezig zijn, want dat is voor de kinderen natuurlijk hartstikke leuk. Het zijn toch hun idolen. En de playersescore, eigenlijk bij elke wedstrijd, dat we zowel uit als thuis 11 Cool Kids blij maken om mee te lopen met een VVV speler. De Kids Club is dit seizoen erg in trek. VVV mocht meer dan 100 nieuwe leden verwelkomen. De club telt nu ruim 500 Cool Kids en hoopt dat dat aantal op korte termijn doorgroeit tot 750. Ik denk dat het met VVV in het algemeen te maken heeft. VVV is nu weer positief. Iedereen wil er weer bij horen. Iedereen komt weer in het stadion om wedstrijden te bezoeken. En dan geef je je kind of neefje of nichtje geef je ook sneller op. Ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is om iemand als Cool Kid op te geven. De Cool Kids krijgen door het jaar heen een aantal vaste activiteiten aangeboden. De eerste was in oktober een speelmiddag bij Speelpark Klein Zwitserland. We zijn al een aantal jaren hier te gast. De kinderen vinden het geweldig om hier lekker weer buiten te spelen. We hebben er bijna altijd een gokershow bij. Ze mogen hier gewoon lekker 2 uurtjes spelen. Dat is eigenlijk een van de activiteiten die we eigenlijk jaarlijks organiseren. Waarom ben je Cool Kid? Omdat ik van VVV ben. En wie is je favoriete speler? Weet ik nog niet. Allemaal? Ja. Omdat ik VVV fan ben. Ja, dat eigenlijk. En ik vind het gewoon leuk. Omdat het leuk is om de spelers te zien. En het is leuk om iets te doen. Ik ben een keer mee het veld op geweest. Ik ben al 2 keer, het is de 2e keer dat ik naar Klein Zwitserland ben geweest. We zijn ook bij Jump XL geweest. En eigenlijk veel te veel om op te noemen. En ga je met de Cool Kids, ga je dan van alle leuke dingen doen. Zoals naar Klein Zwitserland. En als het Sinterklaas er dan is, dan moet je ergens bij het stadion binnen zijn. En dat zijn allemaal leuke dingen. En die Sinterklaasmiddag was vorige week in Stadion de Cool. Met spelletjes werd daar flink gestreden tussen de kids en enkele spelers van VVV. Ook VVV-spelers hier. Zat jouw favoriete speler erbij? Ja. Wie dan? Ook Sintjes. Heb je nog gesproken of op de foto? Nee. Niet? Nee. Wie is je favoriete speler? Ralf Sintjes. Die was hier vandaag. Heb je hem van dichtbij gezien? Ja. Heb je hem aangeraakt? Nee. Wel op de foto? Nee, omdat dat heb ik al gedaan. Je mag ook 2 keer meelopen op het veld. En je mag bij VVV-club. Je komt dicht bij de spelers, dat vind je leuk? Ja. Toen was ik met Labiel. Dat is wel het leukste van Cool Kids zijn, of niet? Dat je het veld op mag? Ja, dat vind ik wel. Om het veld op te mogen. Oké, dus het zijn allerlei activiteiten, maar het veld op lopen is wel het allerleukste, geloof ik dan. Heb je dat al een keer gedaan? Ja. Vertel eens, hoe gaat dat? Ja, gewoon dan sta je in die gang en dan moet je het veld oplopen. Players Escort lijkt dus het leukste van Cool Kids zijn. Dat blijkt ook uit de grote belangstelling hiervoor. Dit seizoen is daar echt heel veel animo voor. Daar zie je ook wel weer het verschil tussen Jupiler League en Eredivisie. Ik zit volgens mij al vol
tot en met maart met de pleersescorte. Dus dat geeft ook aan dat het weer leeft bij VVV, bij de ouders, want die moeten hun kind toch opgeven. En de kinderen vinden het geweldig om in een vol stadion natuurlijk het veld mee op te lopen. Je kunt zelfs al cool kid worden als je net geboren bent, want voor de allerkleinste heeft VVV de baby cool kids. En daar hebben we één activiteit voor en die is in augustus geweest. Toen hadden we alle baby's en peuters tot de 2 jaar hadden we in het stadion. En daar hebben we met de spelers daar een leuke fotosessie mee gedaan. Daar komen dan ook opa's en oma's en mama's en papa's mee en dat was heel erg leuk. Tot 2 jaar, maar dat is leuker voor papa en mama en voor opa en oma denk ik. Waarschijnlijk wel, of een combinatie van met een leuke foto met opa en oma en hun favoriete speler en hun kleinkind of kind erbij. De cool kids van de toekomst. Precies, dat zijn echt de kinderen van de supporters van echt de toekomst. Dat duurt nog even voordat we die echt in het stadion zien meeschreeuwen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het Vervoerscollege Venlo.